Ja, dit is het dan. Onze nieuwe festivalterrein in Eindhoven. Met ons nieuw gebouw, het Ketelhuis in Eindhoven. En we zijn vannacht teruggekomen van Lowlands en de parade. En we zijn meteen bezig met grootschalige verbouwingen. Want wij willen over 5 weken open hier. Ja, dan denk je, jullie zijn gestoord. Nou, dat zijn wij ook. En dit wordt het nieuwste kunstfabriekje hier in Eindhoven. Met onze Toscaanse broodbakkerij. Textielwerkplaats. Daar op het dak gaan we onze boerderij neerzetten. Daar komt mijn nieuw atelier. Voor filmavonden ook. Feestjes, concerten. Daar breekt een Trudeau naar. Bijna zijn nek. Goedemorgen. We zijn weer terug. Hell yeah, wat zijn die gasten die vreten beton voor ons bijgebracht? Ja, die zijn echt... Ja. Damn, niet normaal. Super gaaf. We zijn net terug, vannacht teruggekomen van Lowland. Oh ja. En de parade. En ik denk een filmpje maken voor onze abonnees. Even binnenkomen. Yo, hey. Ja, die gasten die zijn een partij tekeer aan het gaan hier binnen. Moet je eens opletten. Nou, hier komt de restaurant, concertzaal. Kijk eens jongens, met moker en al. Op Domino's. Zo Ajax. Hell yeah, leven de bouwvakkers. Eén stop zetten. 6 weken. En dan gaat het hier helemaal los. Yeah. Nou, dat zijn de toegangen naar het terras en de kleine werkplaatsen. Hier komt de keuken in deze 2 ruimtes. Wordt ook doorgebracht. Hier komen de wc's. Ah, deze gast is nasty. Goedemorgen. Daar gaat hij hoor. Hier komt onze koffiehuis en cafeetje voor aan het terras. En hier onze terras. En boven dat laat ik straks zien. Dus kijk eens. Als een wulpse vrouw ligt dit terras op ons te wachten om daar hele coole shit te gaan neerzetten de komende jaren. Ik zeg Eindhoven, de gekste. Hell yeah.